Waarnemend president Ronnie Brunswijk wil voorlopig niets kwijt over zijn eis dat Melvin Linscheer als veiligheidsadviseur van de president moet opstappen. Hij stelt dat hij een onderhoud heeft gehad met de president en de zaak is besproken. Meer wilde hij vandaag niet kwijt tegenover journalisten voor aanvang van de ministerraadsvergadering. Hij stelt dat de samenleving nog geïnformeerd zal worden over de spraakmakende kwestie. Ik heb al gezegd, binnen een week moet er maatregelen getroffen worden. En ik heb goed met de president gesproken, dus ik ga vandaag niet daarover praten. Ik heb een heel constructief meeting gehad met de president voordat hij weggaat. Dus zaken gaan we rustig doorbespreken en dan hoort de samenleving wel. Voor mij, ik heb niks meer gemerkt. Nee. Ja, maar is het wel duidelijk waarom men daar dus in ieder geval, ik ga niet meer, ik heb al hier gezegd. En jullie willen dat ik weer in herhaling moet treden, dit en dat. Ik praat niet meer daarover. Ik heb al met de president gesproken, de persoon waarmee ik moet praten, heb ik al gesproken. En dat zaak me wordt rustig. Brunswijk stelt wel dat het onderhoud met de president positief was en dat de plooien zijn gladgestreken. Hij stelt dat er rust is in de tent en als de president terug is, het werk gewoon normaal weer doorgaat. Ja, dus in ieder geval mag ik zeggen dat na het gesprek, ik heb de president duidelijk gezegd van dat zijn mijn gedachten, we hebben gesproken. En ik ben vanaf na dat gesprek ben ik rustig, ben ik tevreden met het gesprek. En dan wacht ik tot hij terugkomt vrijdag. In ieder geval dat weer aangehaald, maar in ieder geval woensdag voordat de president was weg zou gaan, hebben we duidelijk in de regeringsvergadering naar voren gebracht dat er een verlichting moet komen. Wat de armoedevraagstuk betreft heeft de regering een aantal maatregelen getroffen en december, dit maand, willen we een verandering hebben. Dus de president en de totale regering heeft wel gezien dat er een sociaal programma moet komen. De politicus zegt dat hij heeft verduidelijkt dat er een verlichting moet komen voor de samenleving, omdat die gebukt gaat onder moeilijke omstandigheden. Voor wat betreft de koersontwikkeling zegt Brunswijk dat er wordt nagegaan hoe de koers naar beneden te brengen.